Afscheid van vader Drees. Op 14 mei overlijdt de staatsman op 101-jarige leeftijd in zijn huis aan de Haagse Beeklaan. Na de oorlog is Willem Drees eerst minister van Sociale Zaken. Hij legt de basis voor de latere AOW. Vanaf 1948 is hij 10 jaar lang minister-president. In de jaren van de wederopbouw ontwikkelt hij zich tot een vader voor het vaderland. Hij was eigenlijk het symbool ook van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Jarenlang als leider van het kabinet, maar ook door zijn persoonlijke opstelling. Sober, hardwerkend, realistisch, boven de partijen staande. In 1958 valt het Rooms-Rode kabinet. Drees dient zijn ontslag in bij koningin Juliana en wordt minister van staat. Begin jaren 70 verlaat hij de Partij van de Arbeid, die hij onder invloed van Nieuw Links te radicaal geworden vindt. Als overziende overheerst bij mij een gevoel van dankbaarheid. Dankbaarheid voor het vertrouwen dat ik van velen onder velerlei omstandigheden heb mogen genieten. Dankbaarheid voor het bestuurswerk dat ik heb mogen verrichten.